السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. First and foremost, we shukr Allah for allowing me to stand here in front of you. And I want to say thank you to Maulana and the committee for affording me the opportunity to share some of my findings about early Islam here at the very Cape where we are. Maar beter als ik in Afrikaans praat dan ons is Afrikaans spreken. Are there any people who do not understand Afrikaans? I don't think so. What we are witnessing today, wat ons optreedt vandaag in die Midden-Ooste, waar moslim maakt moslim dood. In fact, die moslim heeft nou in de afgelopen paar jaar meer moslim doodgemaakt als die vijanden van islam. Maar iemand van ons vraagt, wie is achter die doodmakerij? En dan wil ik hier moeten inkomen met een baie eenvoudige, but a very profound ayah of the Quran. Waar Allah zegt, wa makaru, wa makar Allahu, wa Allahu khairul makiri. Dat jij plant, maar Allah beplant ook. En Allah is de beste beplanter. Now why I am quoting this ayah is because of the killings that are taking place in Syria, and in Afghanistan, in Pakistan, wherever, and in Africa, Muslims are fleeing. They are seeking refuge in Europe. And this very ayah and quote. So feel so that the gemiddelde familiegrootte van die blankes in Europa, van die wit mense, is misschien 1,5 kind per familie. Maar in het geval van die moslims is die gemiddelde getal kinders in de familie 5 tot 6. En als iemand wat de projectie gemaakt heeft, dan sê dat per jaar 2050 gaan er meer moslim wees als Europeans in Europa. En die bewijzen is daar vandaag. Als je moet gaan naar Engeland en je kijkt naar Germany, en dan kijk je die groot getallen massages en islamic centers wat gebouwd was. Dus waar die eieren aankomen, hulle vlug weg. Nou wie is achter die doodmakerij in die Midden-Oosten? Is die witmanse se wapentuig. Because die arms industry is a multi-billion dollar industry. En als daar niet oorlog is nie, dan gaan die fabrieken moet toemaak en dan gaan daar groot werkloosheid wees. En wie is die mense wat in charge is van die arms factories? Is allemaal great politicians wat in government is. Allemaal die mensen rondom Trump, allemaal die mensen rondom die leier van Engeland, en in Germany, en in Frans, they are the producers of these arms which Muslims are using to kill each other. Dus nou in ons tijd. Als we nou teruggaan naar die tijd van Sheikh Yusuf Rahmatullah Alayhi, which is more than 300 years ago, hoe kom gaan die witman so aan in die Midden-Oosten is oor 2 items van alles olie, want die hele economy is gebased op olie. En die andere ding is, olie gaan opraak en die andere source is gas. En dat is nou bezig om een pipeline te bouwen in Russia wat moet komen naar die sea toe. En is all about for lose about money. Nou in die selde tijd van Sheikh Yusuf Rahmatullah Alayhi, dat nou weer terugvat naar 1619, toen bestaan die VOC, dus die Dutch East India Company, die Verenigde Oost-Indische Compagnie, die bestaan nu al reeds 17 jaar. Voor die witman in die Oosten gekomen, dus nu in Indonesië, vandaag in Indië, in Arabië, het moslims alreeds gehandeld met China, met Oost-Afrika, met Egypte, en die hele East was, die trade was in de hand of moslim traders. And maybe a good example of how Islam spread to Indonesia is the fact that the whole of Indonesia, the hele Indonesia was Hindus. Recht vanaf Java tot in Bali, ik was daar in 94, 95. Maar die grootste Hindu-tempels is nog daar vandaag. Maar vandaag is Indonesië die grootste Muslim land in de hele wereld. 97% of the population is Muslim. Nou, hoe is dit gebeurd? Dat een land wat totaal Hindu was, en zo het tijd zonder oorlog het moslim geworden. Dus het gevolg van die akhlaq, die karakter van die Arabische, van die moslimhandelaars. En als je sultan van een certain area moest worden, dan
en het zijn hele klein, zijn hele tribe, het samen tot moslim geworden. En vandaag zien we ons dat die mensen wat gaan gaan zien, die groot getallen van Gujarat wat komt met Indonesië, is zeker die grootste, die grootste moslim population in de wereld. Now coming back to the company in 1602 it was formed. Before that, they had allemaal individually gegaan to compete with elkaar, die handelaars van Europa. But toen vond hulle uit, ons compete met elkaar, ons kat die prijzen en dan verloor ons op die deal. So what they did, they formed a company. And most of the guys involved in this company was hierdie mannen, wat een beheer is van die regering, die politicians. And with their money, they established the VOC, die Verenigde Oost-Indische Compagnie, in 1602. Hulle gee vir daai company een charter wat so machtig is, dat hulle het die recht om dood te kan maak, om oorlog te maak, om vrede te sluit. Waar hulle gaan, kree hulle die macht. Dus hulle selfs van die Engelse gedoen het, so John Rousseau hy hier gekom het, in die imperial period. Die Nederlanders was uit om die handel oor te neem waar die moslim die oorheerser was. Uiteindelijk defeat hulle eerst die Portuguese, hulle defeat die Engels en eventually they were in control. En enige ene wat gemors het met die Nederlanders, met die VOC, die het moeilijkheid gesoek. Ons pos vir jou Kaap toe, of na ander buitenposte van die VOC. En waarom was hulle so streng, want in 1650, dus toe staan die company van 48 years, was die returns op hulle investment not less than 12.5% and some people up to 50%. Hier kom sê, Yusuf, hy kom nou moeilijkheid maak, en ander moslims, vooral in die Molakkas, waar die specerie was. Wat gaan ons maak met julle? Ons pos vir julle, ons maak vir julle dood of ons pos vir julle. And that is the reason why I said Yusuf came here. It was all this time, it was not gas, it was not oil, it was spices. Spices and salt and cloves. And they trying to get the monopoly of their trade. But the Muslims, especially in those areas which are Yusuf came, they call those small islands the Molakkas. They were the people who gave the Dutch a run for their money. They were fighting them. And that is why many of them were exiled to the Cape. And among them we have here one of the greatest leaders of Islam of the time, the Sheikh Yusuf Rahmatullah Alayh. In fact, hulle was so machtig, die Nederlanders, dat hulle kerk was net so samen met hulle betrokken. Soos die apartheid jare waar die boere saam was, en alle die enkie kerk was saam en alle apartheid wette. The same at that period, in 1619, toe hou hulle groot conference in Nederland, wat hulle sê, oorlog wat hulle gaan, nie alleen hulle die mensen sy land oorneem nie, hulle moet vir allemaal Christene opmaak. Nou, my vraag is, in fact, in 1642, they brought out a law, dat noem het de plakkaat in Dutch. Dat enige ene, wat enige geloof hier aan die Kaap, of in die poste van die Nederlanders, waar het ook nou was, enige ander geloof, behalve die van die Dutch Reformed Church, you run the risk of being given a punishment, you could forfeit your property, or the worst, you could be put to death. And yet, despite that draconian law, we find that Sheikh Yusuf hier, hy het dawa gedoen hier by ons in Zandvliet. Hoe weet ons het, want die Nederlanders het gekla, dat die getalle wat allemaal meer heet, is van die slawe wat weggehaalop het, wat Islam aanvaard het by die voete van Sheikh Yusuf. That to my mind was the beginning of dawa work that took place here in South Africa, at the southern tip of Africa. Nou, tussen 1652 en 1795, het hulle meer as 200 van political exiles, dis mense wat political and economic influence gehad het, soos Sheikh Yusuf, soos Twangoro, soos Pais Kapi, soos die imam wat begrawe is by Constantia. People of political and economic influence. More than 200 of them were posted to the Cape. Maar hulle het nie hulle in die Kaap gesit nie, hulle het hulle ooraf gespuis, weg van die greater Muslim community, so that they couldn't rise against the Dutch. Want hulle was bang vir die Muslim. Selfs daar in Indonesië was hulle bang vir die Muslim. In fact, in 1712, toe sê Simon van der Stel, hy was toe governor op sy plaas daar, Constantia, skryf hy vir hulle brief, hulle moet nie van die
Muslim leiders mee naar die kaap brengen. Nee, hoekom? As hulle hier kom, dan encourage hulle die slawe om weg te halen. En ons het nie genoeg so daarom die slawe te gaan vang nie. Sies 1712. It shows you already at that time, our imams were playing a leading role in resisting imperialism. And the best way to resist at that time, they did not have the manpower nor the munitions to fight the Dutch. But the worst form or the best form of resistance was to run away. Want as 'n slaaf weghardloop, dan verloor die boer financieel en hy verloor arbeid. Dis die 1712 wat Simon van der Stel daai vraag. Nou kom die vraag, met soveel moslims wat gekom het, het verander die landskap hier aan die Kaap totaal. Eers was het net in Nederlanders in beheer. Hier kreeg ons nou mense met 'n totale nieuwe ideologie in the teachings of Islam. In fact, because of that, it brought about a complete new social order here at the Cape. Daarom sê ek die ayah pas die jy beplan, maar Allah is die grootste beplan. Toe was het vir hulle kopseer, met allemaal die moslims wat nou hier is, want hulle het een totale ander vorm van lewe, hulle erken die ordentlikheid van mens, dat die imams en die slawe laat trou met vrye manne en vice versa. Een slaaf mag nie getrou het in die kerk nie. Eers van 1823 toe dat die ordinus Knights uitbring, toe die predikante aangehou, hulle moet gedoet word, dan gaan hulle trou in die kerk. Even as hulle die mense gebeaardigde om christene te word, het hulle dit in die kerk gedoen nie. Hulle speciale warehouses gehuur om die mense die gospel te teach. So die apartheid mentality van die DRC kom al van hy, dis het 1780. My vraag is, van 1799 onwards, miskien sprong ek bykie te vind, wat is teruggaan na 1707, sê Yusuf Mandinga 1699, 23rd of May, but Islam did not die. Because he had done his work, he has done his dawah work here. So that we consider as the founder of Islam in South Africa. 8 jaar na sê Yusuf Mandinga, wat dan nog een imam verband van Chiribon van Java, met die naam van Soudan Tappan. Sy bijnaam was ook Santrey. Net 8 jaar na sêf Yusuf, hulle plaas hom op die plaas van Simon van der Stel. Hy het sy aparte lodging, because hulle is op een higher level as die slaaf. Hy were political exiles, they were prisoners of the state, and each of them received a monthly grant from the government to sustain themselves. Hy is op die plaas van Simon van der Stel, 1707. Hy het sy eerste grond gehad, wat die groente staat en geplant en die hoenders gehad. Nou hoe communicate hulle met mekaar? Nou kom hy na die lots in Edderie straat, kom hy sê, hoe sê nou, verkoop sy groente en sy hoenders en so aan. En toe beplant hulle gaan eskyk. 23 van hulle. Nou just look at the logistics, baie van die slawe was in die lots, 4 van hulle was op plaas van boere, en van die ander was daar op die plaas van Simon van der Stel. Daar was geen paie nie, is dit sandy tracks. Yet they were communicating, they had a system of communicating with each other. Eventually, om die story nou baie, die story is totaal vol geskryf in die boekie hier, om die story nou kort te kap, want die tijd gaan mee van, kom hulle oor een, hulle gaan allemaal by mekaar om op die plaas van Simon van der Stel. Toe is hy al Mandingal, hy Mandingal in 1712. Hy Mandingal 1704 daar, maar 712, ja, in June 712. Maar in die selle jaar toe, hy moet om Mandingal te zeggen, nie, is al uit te sê, my huis is ver van die governor's huis, en dit sê nie vir julle sê nie, kom hier allemaal na my huis toe. Ongelukkig van die slawe wat loyaal was aan hulle baas, ons kreeg vandag nog altyd, dat ek sê, hier is een klomp slawe hier op die plaas hier rond, wat hier moet wees sien. Toe kon die knecht, Philip Constant, en hy kom toe vraag, en hy kreeg die imam, en met die toe hadde massieve slawe wet aan die tafel mense kant toe. Maar van die ander slawe is nog in die huis van die imam. En die kap toe die slot af, die knecht, en met die toe hadden daar nog klomp van hulle uit, en een van hulle skree amok, en die ken die woord amok, en daar sê bedoel met die kris, en stieke die enige wat in die pad is. En onder die slawe was hy een vrou gewees, en sy was nogal kaam nie. Dis Amelie in die papier geskryf.
Uiteindelijk heeft hij ontsnapt 23 van hem. Maar in die proces vergiet hij om van de voorraden wat hij gestoord had in het huis van iemand om het samen te nemen. Dus reis en ook van die guns en flintels wat hij gestuurd heeft bij die boeren. En daar is van de slecht te nakom als gevolg van die kosten te vergieten. Uiteindelijk had iemand verwandeld daar aan tafel bij daar die rond is. En toen kreeg hij iemand geld om hun brood te gaan koop. Maar toen gaat het om aanklagen en was gevangen. Allemaal van hen was die, partij van hen was doodgeschiet. Die werd gevangen. Vier van hen was doodgeslaan met zijn bok. Die ander van hen, de oor was afgesneden, de nies was afgesneden, was gebrand meer. En die imam zelf, en dan zei hij, was in mijn lieder geweest. Zijn tong was uitgetrekt, vastgemaakt op een wiel. En dan dat om zijn lichaam dat verrot op die wiel, dat die voorschat om af hier zijn vlees van zijn lichaam. Nou, ik vertel jullie dat Oostkant beseft als moslims wat Jezus bedacht. Wat heeft het gekost om islam te vestigen hier aan die zuidelijke punt van Afrika? En when this imam died, islam did not die. It continued. Oostkant, Ahmad David heeft in zijn boekje geschreven van Pais Kapi en van die imam wat begraven is bij Constantia. Ik ga nog zijn naam zeggen voor u. Zuid Adoui. Allemaal mensen wat daar wat gebeurt. En ik ben zeker dat was nog bij je aan de aardig, wat ons niet van weet niet, wat nog moet nagevorderd worden, wat moet Dawa weten doen om islam te laten survive. Nou, in 1780 kwam een jong predikantje van Nederland, van Leden zijn naam, en hij is bij ratio. Die waren want die meeste van die slaven worden moslim. En ik kan het niet vatten, en dat schreef een brief naar Nederland, kan er niet especially een schoolster na een seminar wat missies kan opgeleid worden om in moslims oor te brengen naar Christendom toe. Wat zei dit voor jou? De dawa was in force, in full force, de dawa plaatsgevonden. So, islam was alive, and even Pais Kapi, in fact, Twang, Sayyid Alawi was op die eiland voor 11 jaar, maar toen hij terugkwam, toen vraag hij om een polisman te wezen in die loods. En dat is genoemd Kefre, C-A-F-R-E. Om oorzicht te houden over die slaven. Maar zijn deed was om Dawa te doen in Dawa, binnen die slavenlok te doen in Dawa. En Pais Kapi zelf was ook opgesluit omdat hij het een klomp slaven gegeven aan Zumats. Gezegd, kijk, als je die Zumats zit, dan gaat hij boeren niet veel van die. En kan het die slaven om te escape. So you see the leading role that they played in trying to establish Islam here in the southern of Africa. So much so that by 1772 kwam daar over die naam van Pieter Kalf van Burg. Hij gee een beskrywing van, hij sê, kijk vir dag laat warm, die weet ons ooit mense aangetrek met kwaai koppe wat hulle die makke gekoop het. Nee, waar nie? Ons vrouwens is gereen, ons kinders is gereen aangetrek. En die man gee een beskrywing, daar was nog iemand sitte in de 1772, hy gee een beskrywing van mans wat sit met die grenste silk en cotton toppen. En met toppies wat hulle op het, en bedenk net die rooi doekie op wat die moslims gedraad in die tyd. En die vrouwen staan een kant, en daar leer kussing, en hy dink as die Koran daaraf die kussing is. Maar ek vraag toe vir professor Kara, check net wat die datum was daar. Dit was die 20 June 1772. Wat die jaar was moeder dan na die jaar? En ek check toe op die Gregorian Hijri kalender. Toe het die mense bezig om Mauri te maak. En die ding wat op die kussen geleerd was nie Koran nie, het was een rewaier sudan. Want hy sê, dan lees hy een stukje en dan zie ik hulle weer saam. 1772, nie een Masiti, dat was een lange. En dat was baie lang als in die Kaap, soos ons in die Salah aan het. Van die eerste Masiti kom in 1797, dat Twanguru gebouw het. Right, so Islam was alive all the way. 1795, hou hulle die grootste conferentie in Londen, the Dutch Mission Society and the London Mission Society. Hulle wil nog uitgaan om allemaal die heathens, allemaal was heathens wat nie een christen was nie, om vir hulle te bearbeid vir christendom. Toen kwam dokter van der Kemp nog aan een paar ouders naar die kaart met een brief. Want hier heb je de kant op aan onder elkaar. Wie heeft die recht om een slaaf te doen? Je moet bij je ordijn. In andere woorden, je kan niet zomaar imam bewijzen, je moet een getrainde imam wezen. Je moet bij je ordijn minister before you can baptize a slave. Maar toen kwam er met die brief en zei, kijk, ons moet ook op een kleur onder elkaar. En als gevolg van die praatregelen gaan naar alle kerken te stichten, die South African Missionary Society.
En mijn vrouw, waartoe komt die komende van Frans, en komt van Germany, en komt van Engeland, en komt van Zwitserland, allemaal om die mensen in die volk van Christianity te brengen. Did we have the resources to counter them? Yes, we did. Want toen kwam Guru vrijgesteld wordt, na 13 jaar op die eiland, die hele eerste ding wat hij doet, hij bouwt school en madrasa. En het was niet net een school om Koran en Islam te leren, alleen andere vakken ook. Zo so bij 1832, dus dat 12 van de madaris hier in die kaal. So wat zei hij voor jou? Daar moet genoeg imams verwissen, daar moet genoeg halifas verwissen. Want in 1811, Maningel van de Kemp, hij sterft. Wij doen het getrouwd met de moslim koning. Van 60 op Bethels door. Hij daar Maningel ook. En de hele Maningel is de hele van John Campbell. Die in London Mission zei, hij moet gewoon kijken hoe vorder de mission weg. En John Campbell schreef in zijn boek, Travels in South Africa, dat hier in die kaart, voor 20 van die moslims bij elkaar naar hier huis. En naar die huis, dan nooit die slaven. En als die slaven daarin komen, dan zijn ze anti-white, dan is anti-christian, dan is moslim. They way of proof. Nou, hoe krijg ik dat? Als het niet afgeven, nie, ik krijg het hele eigen records. Dat komt uit de records van de Methodist Missionary Society en alle records is bij Rhodes University. Ik ben die bas afgereden, Grahamstown toe, om te gaan krappen naar de records. En ook hier in die kaap, die archief van die NG Kerk was is er aan die gardens, dat is nu op Sam en Bos. Ik heb dan alle records gaan krappen. En die imams het van een kopzeer gegeven. En hij gaat net een stukje lezen wat in de zee van islam, van die imams, van die dawa weer. Ik ga net over een paar stukjes niet lezen. Wat ik voor u wil zeggen is dat hierdie mensen het hulle liewe gewaag om islam te vestigen aan die Suid-Afrika van Afrika. En het is up to us to see that we retain that identity. Because presently in Europe, in Frans, hulle mag, in Zwitserland, hulle kan nie maar sien bou met hem naar het nie. In Frans wil nie die vrouwens met die hijab meer dra nie. All over there is a sort of islamophobia where they are trying to suppress islam. But despite that, and hier komt die ayah weer in, wa makar Allah, wa Allah khairul makirin. In fact, in die jaar 2002 was omtrent 1000 massages en Islamic centers in Noord-Amerika. 10 jaar later is er meer dan 2000 van die centers en massages. And the same is happening in Germany, the same is happening in England. So, wat gaan ons doen? We have survived for more than 300 years. Hierdie mensen, nog een deel hulle agnaak en hulle bitte van imam. And it is up to us as Muslims here that we should stop fighting each other. We should work together to see Kramat en Sansley en Makassan ook doen het. Ons werk samen, maar we all face dezelfde problems in onze communities. If we don't protect that identity which our focus established here, who will do it for us? If we don't do it, nobody else will do it. En ek gaan vir jou paar stukkie lees wat die missionary sê. Dis 1812 wat ek het klaar gesê dat hy van die 20 moslims op die mekaar kom. Maar 1828, dis nou die 1816, Barnabas Shaw, die founder van die Wesleyan Methodist Church in Suid-Afrika. Hy sê, hy wil gepreek het in die Kaap in die straten. Maar dat de wet gaat onder die Batavian Rule 1803, 1806, dat waar een Assemblies kerke is met ordained ministers, dan mag je in die openbaar prik niet. Je moet in die kerk prik. Toen gaat hij naar Lord Charles Somerset om vragen te krijgen, hij refused voor hem. Maar schreef hij in een verslag dat while they are refused to preach in public, the Mohammedan priests are moving into the interior and turning the slaves over to Islam. En een van die imam, wat ik vroeg was, was imam van die strand. Wat in die kaap het gehoord, Salambos toe, wat een bos Somerset, van Somerset, moest erbij toe, samen met de klom mensen van Java en de Ramak Jama. En die man al daar in 1838. So hier kom ik, hier klaar je wat die imam wat gehoord in die kaap het naar die interieur. En ik wil geloof dat die imam van die kaap was bewust van al die moslims op die plaatsen wat hier werd. Want die boeren was te blij om voor hulle te aanvaarden, want dat was ambachtsmannen. Hulle was tuienmakers, hulle was telers geweest, hulle vrouwens was dressmakers, wat de boer gaat niet die man verwelkom op. Hulle is geskwad. En toe gewaar die iemand die missionaries kom, hulle wil allemaal die
slaven van de Christmas te komen. Dus zelf eten, de eie dawe, en die lok van de Amona mosterd bij de Magda maar op die strand. En ik wil vloeien zo aan een bos, in Perel en Buster ook tot stand gekomen. Maar die stad is te weer, die stad is properly. I want to read to you some of the quotes. Dus nou wat Baande de Show schreef in 1816 te Ierland. Nowhere is there more need of faithful preaching than in this last populous town, Cape Town. As for the Dutch, it is to be feared that they are generally strangers to the influence of Christianity on heart and life. The Sabbath is profaned in the most offensive manner. Both the farmer would go to the church and he would be followed by the slave carrying the Bible, but the slave would not be allowed to go into the church. Hier komt mijn apartheid mentality, wat vandaag nog altijd is in die enige kerk. Maar wat voor mij mooi is, en misschien moet ik hier niet noemen, dat die imam van mijn period het, en hier komt de formation of communities, hulle het slaven laat trouw volgens die islamitische rechten, islamic rights. That was the beginning of family formations. Maar als je getrouwd, dan is je pa en die is moeder en dan komt maar kunnen ze familie. Een familie was het begin van een community. And that is the way how many communities performed here at the camp. En Kalkbein, Simon, Jelmy, Nemeth, Weinberg, Lemon, all over the show. En die mooie ding daarvan is, die imam's service, Professor Robert Selkozik, from the cradle, they were there 24/7. 24 uur, 7 dagen, die imam daar zit. I call it from the cradle, is mijn professor zelf, ik quote voor hem, from the cradle to the great service. Als je geboren is, als je imam daar om je kind te komen zoeken, als je grote affaire draait, je kind op een kussen, met bloemen, wat doen we vandaag nog? Als je ziek is, als je imam daar om voor je te komen door aanmaken, wat dat? Als je family problems is, je imam daar om te komen counsel. Als je trouw is, je imam daar om voor je te marry. En als je maar dingen aan ziet, iemand dan voor jou te berien. Is it true? I call that from the cradle to the grave. And this is the service that our imam provided for everyone, whether you were a slave or a rich man. It shows the equality of man in the eyes of Allah. That Islam came to restore the dignity of the human being in a place where people were enslaved and they were subjected to the most brutal form of punishment here under our very own eyes at the Cape. En ik wil niet eens in detail ingaan als gevolg van die kleinkindertjes niet, van die manieren hoe hulle mensen gepanisheerd via die kaal. Er is een boek uitgekomen, Recht en Onrecht, geschreven door Hans Hesse. En daar geeft het je een detail beschrijving hoe was slaven. En in die slaven, die enige ene wat die filosofische wet overtreed, hoe was hulle gepanisheerd. Misschien moet ik die laatste quote lees, which is perhaps a fitting closure. Dus 1870. Slavernij is nog voorbij. 1842, toen was 1/3 van die kamp was moslim. Meer dan 6000 van die population was moslim. It shows you the dawa work was very, very successful. But unfortunately, after emancipation in 1838, toen kwam die story van Bisi Basi. Die moet imam wees. En daarom zien die hele boekhap als vol maar zitten. Ik ben weg en maak ik mijn eer jamaat. That after the demise of Kwan Guru. And because of that, het dawa werk actually geleid al onder, want dat is meer wat klein opposition, ik moet iemand, ik is iemand, mijn kind moet ook iemand worden. We had the same story with the Claremont Main Road Mosque, die after all family, wat is in onze tijd wat hulle gerisolven, die is zo raak om met die gekomen. Meer dan 20 van die gevallen wat hulle wat klein met elkaar, tot vijf verschillende in die massie. Daar een langstraat. Het belandt in die hoofd waar die witman moet decided wie moet iemand is van die masjid. We shouldn't go back to that period. We should go forward. And it is up to us to retain that. I want to read to you the last quote. This is 1870. Die ou Reverend Tundel, hij was ook hier. Met die hele paar plekken, maar hij was ook in Pieterkamp hier van die Methodist Kerk of Somerset West. And by the way, my mother, she was baptized in the Methodist Church in 1913. They embrace Islam at the age of 8 with her mother. This great Reverend Tundel in 1870. The great obstacle the workers at this church had to contend with for years was Mohammedanism. It was Islam. Now this is Mohammedanism.
The worship of the false prophet was introduced into the colony during the Dutch rule from Java.